Zo, op dit moment ben ik echt met de allerlaatste aanpassingen bezig. Voor de kastjes in de hoogte ga ik ook schuifdeur gebruiken en dan moet ik zo van die sleuven. Hier ben ik van die sleuven aan het zagen met de zaag en dan gebruik je daar een tafelbladzaag waarbij dat ik het zaagblad maar een klein beetje laat uitsteken, net genoeg om hier die groeven in te voorzien. En daar staan er een paar klaar. Ik ga misschien snel even ook in de kam net een paar dingen laten zien nog. Kijk, dat is een poes, die komt hier geregeld. Onze honden zijn daar niet gelukkig mee. Maar ik weet ook niet wiens poes dat is, dus nog een mooitje eigenlijk. In elk geval niet van ons. Kijk, dat is wat ik nog gedaan heb. Dus die luifel zit vast. Nu ik ga nog mijn borgpinnen maken. Het zit dan nu voorlopig een rekkertje. Maar ik ga het nog opnieuw doen met borgpinnen. Maar dus die past daar schoon in. Die stoel past daarin. En je kunt die dan de oprijblokken en een tafeltje en nog een tafeltje hier. Ja, die moet ik ook nog vastzetten, juist. Die topper die gaan we ook nog een beetje moeten inkorten. Dat is allemaal op 2 meter, terwijl dat hier net 1,90 meter is. Die matras had ik al ingekort, dat zou je al moeten gezien hebben in de video's. Dus hier, dat zijn gewoon die blokjes maken dat dat daar niet kan uitvallen. En je kunt dat schof op zich in zijn geheel nog altijd open doen. Maar typisch ga je ergens parkeren en ga je dat als eerste klaarzetten onder de camionverrachting. Onder de kamion om die level te zetten voor het slapen. Hier ook kan hier nog iets bij zelf. En dan deze kun je als je de ondersnoop doet apart. Of de twee in zijn geheel open doen. Het is voor hier van boven. Hier komen die schuifdeurtjes in. Ik heb van alles bekeken, maar het zijn eigenlijk maar de schuifdeurtjes waarmee dat ik het echt goed dicht krijg. Of ja, dat ik het gemakkelijk kan oplossen met de scharniertjes en zo dat ik had, kon ik het eigenlijk niet zo goed oplossen. Hier, dit is een soort van schoenrek. We gaan nog zien als er schoenen in passen, anders wordt het iets anders. Dit is zo een voorbeeld van zo een borgpin. Dus dit is het trapje eigenlijk om in te stappen. En als je die borgpin daaruit haalt, dan kun je de trap er ook afnemen. Terwijl als je de borgpin er schoon in steekt, zit dat ding vast terwijl dat je rijdt. Vergelijkbaar heb ik hier ook een borgpin die dat schuif blokkeert. En dat schuif, ja, dat is ook veranderd. Dat heb ik denk ik ook nog niet laten zien. Hetzelfde hier ook een borgpin voor het tafeltje. Hier ga ik het dus met die dingen laten voorlopig. Omdat ik doordat die stoel daar zit, kan ik daar geen schuif of zo steken. Dus ik weet nog niet. Ik heb nog niet echt een alternatief voor die schuifdeurtjes. Hetzelfde voor hier. Dus dat is een vrij groot opbergvak. Maar ik heb niet echt een alternatief. Dat plankje heb ik opnieuw gemaakt. Een klein beetje groter. Dus dat is het opstapje. Ja, hier. Dit blijft ook met die schuifdeurtjes. Hier staan de twee bidons in, dus dat is waar hij die uitsparing voor ziet. Ik ga nog een lint voorzien om die bidons vast te zetten. Dat schoof had ik ook al laten zien, denk ik. Dat lampje moet ik hier nog aanhangen. Met magneetjes. Hier komen die schuifjes op. Dus met schuifdeurs bedoel ik dat systeem, hè. Ja, oorspronkelijk zaten de gasflessen daar en zat alles eigenlijk aan deze kant. Maar zoals je ziet heb ik dat omgewisseld. Ik heb nu die elektriciteit moet ik ook nog opnieuw doen. Dat zijn de kabeltjes die daar klaar zitten. Maar ik ga dat in zo'n elektriciteitsbuis steken, dat dat mooi weggewerkt zit. Maar de gasflessen heb ik dus daar gezet. Omdat het probleem dat ik had, was eigenlijk. Eerst stond de coolbox daar. Maar ik kon daar echt niet goed aan. Dus dan heb ik die flessen verhuisd eigenlijk. En hier plaats gemaakt. En als ik nu mijn pin eruit heb. Ja. En dat verdwijnt ook nog natuurlijk. Dan kan ik zo mijn coolbox heb,
uitschuiven. En kan ik daar mooi aan. Ik moet hem zelf niet volledig openzetten, denk ik. Dus ik heb dat nu op die manier weggewerkt. En voor tijdens het rijden kunnen we die blokkeren. Zo dus. Ja, dat rond ik hier af omdat het gaat uitsteken en anders zou je daar kunnen aan zeer doen. Maar dus die moet ik daarop vijzen. Oké, heel snel een woordje uitleg. Vooral wie mij bezig ziet hier en zoiets heeft van, is hij nu weer? Dat stuk dat hij al ingekort heeft, verder aan het inkorten, is hem echt voor de tweede keer gemist. Ja. Het probleem is dat die stekker komt daar nog op. En die had daar blijkbaar niet genoeg plaats. Dus dan moet ik maar heel die een zigzag nog een keer opnieuw doen. Zo. Wat zaagwerk en lijmwerk verder, ja, die vijzen die die zitten, die moeten er allemaal nog terug uit. Dat is gewoon om het even bijeen te houden. Maar het is dus weer opgeschoven. Hè. En nu past en de koelbox en de draad eronder. En die draad denk ik dat voorlopig gewoon hier gaan laten lopen naar daar. Om die daar aan te sluiten. Ah, je ziet hier ook trouwens, zo zet ik de bidons vast. En dat is gewoon, hup, daarin, daaruit. Dat is daar gewoon opgelijmd, heel eenvoudig. Ook voor de gasflessen, die hou ik zo op in plaats. Plus natuurlijk die voet, hè. Dus die voeten zijn uitspaard. Maar dan gewoon voor grote schokken. De nieuwe afvoerdarm zit erop. En 12 volt is terug aangesloten. Hier heb ik nog magneetjes in gelijmd. Waar dat dan die lamp perfect tegenaan past. En hier, dat zijn de kastdeurtjes, maar ik heb blijkbaar, ik heb niet meer genoeg van die hardboard, dus ik heb ze nu voorlopig gewoon zo gezet. Ik moet er overal nog eentje tussen. Maar ik heb geen hoesting van een volledige plaat te kopen. Voor die twee kleine stukjes. Ofwel moet ik hier die of die daar ook nog wegnemen.